Mark de Hond presenteert op de radio het 3FM jongerenprogramma Bus van de NCRV. En dat doet hij vanuit een rolstoel. 3 jaar geleden werd bij hem een tumor in de rug ontdekt en complicaties na de operatie zorgden voor een dwarslesie. Volgens de artsen zou Mark nooit meer kunnen lopen. Oh. Dag, goedenavond. Laatste uurtje bus alweer van vanavond. De NCRV 3FM. En wat gaan we nog doen? Nou, deze week werd bekend dat we steeds slechter gaan rekenen. Hoe lang heeft het nou geduurd nadat je die dwarslesie had en in het ziekenhuis hebt gelegen voordat je weer terug was hier? Ik heb na 3,5 maanden, toen lag ik nog in het revalidatiecentrum, heb ik voor het eerst gepresenteerd. En dat ik zelf weer ging schuiven was ongeveer bijna een jaar later dat ik dit er ook weer zelf bij durfde te doen. Dus, wat was daar meer aan dan? Nou, de bewegelijkheid. Ik had in het begin had ik nog wel eens dat ik gestrekt onder de tafel kwam te liggen tijdens het programma. En ja, nu is dat wel redelijk stabiel, dus dan gaat het meestal wel goed. Perfection van Danny Minogue, daarvoor de Red Hot Chili Peppers met de Other Side. Maar je hebt hier eens gevoetbald? Ja, dit is het hoofdveld. Dus hier heb ik aardig wat wedstrijden gespeeld. Ja. Bij AFC. In het eerste? Als keeper. Nou, zaterdag heen en niet zondag heen. Dat moeten we niet verwarren. Ja. Maar je was een goede keeper dus? Het was meer wilskracht dan talent. Maar op een gegeven moment kon ik de ballen waardig tegenhouden, ja. Tijdens een voetbalwedstrijd merkte jij voor het eerst dat er iets mis was, hè? We gingen een warming-up doen en het was eigenlijk alleen nog maar even overschieten. En ik had al een tijdje dat ik een beetje raar liep. Er werd al tegen me gezegd, maar je loopt een beetje raar. Maar goed, ik heb wel vaker last van mijn rug gehad. En nu merkte ik echt dat als ik een bal schoot, dat die een meter naar links of naar rechts kwam van waar ik hem wilde hebben. En ik had ook af en toe dat ik een bepaald plekje niet zo goed kon voelen. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en die vond het ook allemaal een beetje raar. Die heeft me uiteindelijk naar een neuroloog doorverwezen. Maar dat plekje, dat bleek dus een tumor te zijn. Ja, dat was een tumor, gelukkig wel een goedaardige. Dus geopereerd? Ja, de eerste operatie is geweest. Maar in de eerste nacht dat ik in het ziekenhuis lag, is het eigenlijk al misgegaan. De verpleegster die eigenlijk dus gewoon elk half uur zou moeten checken of mijn spieren het nog deden, of ik nog dingen kon voelen, die heeft dat niet doorgekregen of die heeft dat verkeerd gedaan. En in de tussentijd was er een bloeding op mijn ruggenmerg aan het drukken. En die heeft dus eigenlijk die zenuwen helemaal afgekneld. Toen ik wakker werd de volgende ochtend, kon ik eigenlijk vanaf hier naar beneden helemaal niks meer voelen en helemaal niks meer bewegen. Ja. Maar wanneer drong nou echt tot je door van dit is een dwarslesie, vanaf hier kan ik niks meer? Wanneer sloeg de paniek toe, zou ik bijna zeggen? Nou, paniek is er niet echt geweest. Er zijn heus wel momenten geweest dat ik er heel verdrietig en angstig over was. Het enige is, ik had het gevoel dat het weer helemaal goed moest komen. En zolang niemand me kon garanderen dat dat niet kon, ging ik ervan uit dat dat zou gaan gebeuren. En ik weet niet of dat een gedeelte ontkenning of wat dan ook is, maar ik voelde het op dat moment echt zo. En eigenlijk heeft me dat ook wel vrij lang op de been gehouden. Heeft jouw hoofd gedaan aan de kracht in je benen? Ja, je moet je voorstellen, je ziet je lichaam wel, alleen je kan er niks mee. Je probeert iets te bewegen en het gebeurt gewoon niet. Het is gewoon volledig geblokkeerd. Dat het enige wat je kan doen is vanuit je hersens, vanuit je geest, proberen daar toch contact te maken. En je moet eigenlijk de twee helften van je lichaam moet je weer samenvoegen. En dat, ja, in eerste instantie duurde 3, 4 maanden voordat ik überhaupt weer wat kon bewegen wat onder deze grens zat. En in de tussentijd ben ik 3 maanden, 4 maanden lang alleen maar op bed een soort meditatieoefening aan het maken van beweeg, weer even naar meteen kijken. Kijken of ik meteen aan de praat kan krijgen. Kijken of er misschien ergens anders een spier nog wil bewegen. En ja, uiteindelijk komt er dan een dag dat er een teen beweegt. En dan? Ja, dan ben je in eerste instantie heel erg blij. En een soort juichmoment, komen er zelfs wat tranen. Er beweegt een teen, misschien dat straks alles weer beweegt. En op een gegeven moment ben ik in een periode gekomen dat echt een aantal maanden achter elkaar, misschien zelfs een jaar, dat er elke week wel weer iets was wat het eerst niet deed, wat het wel deed. Ja, dan ga je dus van ene verbetering naar de andere. En dan is het wel goed vol te houden, dat revalideren. Creeps, I like it.
Er komt een sms'je binnen van Carolien. Die vraagt zich af waarom er extra lampen staan en waarom er een hengel boven je hoofd hing daarnet. Ik zit voor de webcam namelijk. We hebben Klaas hier. Klaas, pak even een microfoon. Even kijken, waar kennen mensen jou het best van? Ja, natuurlijk voor Goedemorgen Nederland. Dat doe je 's ochtends. Maar je bent nu voor iets anders, hè? Ja, wij zijn hier nu voor Zoekt en Gij zult vinden. Ja, wij gaan een item over jou maken. Dus we zijn hier nu aan het filmen terwijl je keihard aan het werk bent, hè? Spannend allemaal. Het leidt ook bijna niet af. Dus als er ergens in de uitzending wat misgaat, dan komt het door Klaas. Dus. Maar het feit dat jij hier zo snel weer zat, dat geeft aan dat jij een gigantisch doorzettingsvermogen moet hebben. Nou ja, er zijn genoeg momenten dat je denkt van waar doe je het allemaal voor? En dan stel je jezelf een doel voor ogen om in ieder geval zo goed te worden als dat je maximaal kan zijn. En ja, daar doe je het voor op die momenten. Ja, je moet best wel eens moeilijke dingen doen, maar die heb je er dan toch voor over. Daar heb ik blijkbaar de discipline voor om dat te doen. Wat voel je daar nou van, Mark? Nou, ik kan niet precies de hoek van het been inschatten, maar ik voel aan welk been hij zit en ik voel wanneer het omhoog gaat en wanneer het omlaag gaat. Maar er is een tijd geweest dat ik gewoon een uur massage kreeg, dat hij net zo goed koffie kon gaan drinken, dat ik dacht dat hij nog bezig was of dat hij al... Dus dat ik dan iets tegen hem zei of zo, was hij even naar het toilet. Hoe vaak... Dreig jij nou de moed te verliezen? Of gebeurt dat ook echt? Dat je het gewoon even toch helemaal niet meer ziet zitten? Ja, de moed verliezen. Ik weet waar ik het voor doe. En wat zegt dat dan over jouw geest? Kijk, op het moment dat alles het gewoon doet en alles vanzelfsprekend is, dan denk je daar niet zoveel bij na. Maar als lichaam en geest op een gegeven moment zelfs losgekoppeld worden, of althans een deel van je lichaam gewoon niet meer onder controle van je geest staat, dan... Dan merk je hoe je door echt met je gevoel in contact te komen en met je geest in contact te komen en met je wilskracht, dat blijkbaar dingen die, waarvan artsen zeggen, nou dat kan gewoon niet, dat toch kan. Waarom mag je niet wat lichter? Train je überhaupt wel even? Nee. Ik krijg zweet op mijn voorhoofd. Ja, dat staat je goed zo. Ook helemaal stil. Zo. Hij zit ademloos te kijken, jongen. Oh, echt hoor. Even staan. Ja, dat is spierspanning. Zo. Nou, dat doet hij vaak, hè. Ja, dus in principe is dit de houding nu, hoor. Want ik sta nu met mijn hielen los, omdat ik iets te hoog sta. Dan krijgt hij de ruimte en er staat dus heel veel spanning op mijn spieren. Maar dit is in het begin veel erger geweest. Dan had ik dat eigenlijk, als ik in de stoel zat, trilde ik alle kanten op. Kan je nog wel even staan nu? Ja, dat is prima. Jouw doel was om uit de rolstoel te komen. En je bent er nu uit, maar komt er nog een moment dat je die hele rolstoel niet meer nodig hebt? Nou, als ik kijk van na 3 jaar trainen, stijve stukjes in de brug en dan met de rollator kleine stukjes, dat wel lukt, maar nog zo stijf is en moeilijk gaat, denk ik dat het er voor mij op dit moment niet in zit. En hoe is het nou om je daarbij neer te leggen? Dat gegeven dat je waarschijnlijk toch niet uit die rolstoel komt. Dan wacht ik even tot het weer weg is. Ja, dat gaat nu bijzonder goed af om dat te accepteren. Zeg je dat nou omdat je dat moet zeggen van jezelf, omdat je er tegen moet kunnen, omdat je sterk moet zijn of... Zo voel ik het ook echt. Nee, maar ik bedoel, het gedeelte wat ik kwijt ben, dat heb ik inmiddels verwerkt. En ik heb daar bepaalde dingen voor in de plaats gekregen. En sommige dingen ben ik kwijt. En daar, dat is vervelend, maar daar moet je mee omgaan. Dat hoort bij het leven.